Als we het hebben over 3D-sturingen, dan kunnen we spreken over twee soorten, namelijk GPS-sturingen en LPS-sturingen. GPS, Global Positioning Systems, en LPS, Local Positioning Systems. GPS kent iedereen, satellieten zoals bij de wagen. De nauwkeurigheid van de GPS-signalen zijn identiek dezelfde, tenzij we met een correctiesignaal werken, zoals bij de machinecontrolesystemen. We kunnen enerzijds gebruik maken of van een netwerk van de staat, Flepos in Vlaanderen. Wallonië heeft dan Walcor. Deze sturen correctiesignalen, waardoor de nauwkeurigheid in Z tussen 1 à 2 centimeter zal zijn en in X en Y 1 centimeter. Er is ook een mogelijkheid om een eigen basis te gaan plaatsen die dan correctiesignalen doorstuurt naar de machines om dezelfde nauwkeurigheid te gaan halen. Wil men nog iets preciezer gaan, dan moet men naar een LPS-sturing waar men aan de hand van een totaalstation de nauwkeurigheid tot op enkele millimeters kan doen. Dus voor grondwerken en gewone graafwerkzaamheden zal men GPS-sturing gebruiken. De keer dat men naar afwerking gaat, zoals fijnwerking met een gereden of asfaltmachine, zal men eerder naar LPS-sturingen gaan voor een hogere precisie.